De verkeersveiligheidsmaand hoeft niet. Je moet altijd voorzichtig zijn en niet die ene maand alleen. Woorden van bushouder Edmund Dundas. Altijd voorzichtig zijn. Het verkeer is niet alleen maar in de veiligheidsmaand. Toch? Druk of noem maar op. Je dient elk moment dat je aan het verkeer deelneemt, het zij als voetganger, het zij als deelnemer in een voertuig, moet je de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De verkeersveiligheidsmaand duurt nog 1 week. In de afgelopen 3 weken van de veiligheidsmaand zijn er 5 verkeersdoden genoteerd. In tegenstelling tot Dundas zegt Helmut Geesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeer Vrijwilligers, dat in de verkeersveiligheidsmaand bewust aandacht besteed wordt aan de veiligheid. Er wordt absoluut niet bedoeld dat je gedurende de andere maanden van het jaar niet veilig moet zijn in het verkeer, zegt Geesius. Het gaat om de extra aandacht. Het is ook niet zomaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, een verkeersveiligheidsdecennium heeft ingesteld en wel van 2010 tot en met 2020. Jaarlijks vielen er tussen de 20 en 50 miljoen verkeersdoden. Je zou bijna kunnen spreken van een epidemie, geeft Geesius aan. Want er vallen evenveel doden als bij die erge ziektes, als malaria en noem maar op. Ja. Dus, en waarom heeft dan de VN het nodig gevonden? Want wij praten over 1 maand. Maar de VN, in navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, heeft dat dan overgenomen. En heeft het decennium 2010 tot 2020 verklaard als tief te lange naam, hoor. Maar ik zal het een beetje in eenvoudige woorden zeggen. Het is het decennium waarin wereldwijd actie moet worden ondernomen om de verkeersveiligheid wereldwijd te bevorderen. En die verkeersdoden en de verkeersgewonden en de materiële schade, dat moet allemaal met percentages van 30 tot 50% omlaag. De verkeersveiligheidsmaand is dus één van de activiteiten die het korps ontplooit om extra zorg te besteden aan veilig en verantwoord verkeer. Want we zijn nog niet op de goede weg, zegt Geesius. Hij merkte verder op dat alhoewel er ook een moederdag is, er elke dag aandacht besteed moet worden aan moeder en ook aan de andere door de VN uitgeroepen speciale dagen.